ruimte meten kunnen. Dus daar gaan we het over hebben. Dus wat gaan we doen? We beginnen met hoofdstuk 1. En we gaan het hebben over coördinaten en vectoren. Ja, dit wordt ons eerste hoofdstuk. Dit is echt een inleiding, mensen. Dat zou vrij vlot moeten kunnen gaan. Goed, wat gaan we doen? Eerst en vooral, we gaan eerst een keer moeten afspreken met elkaar op welke manier we ruimtelijke figuren gaan voorstellen. Want we zijn gewend van in twee dimensies te werken. Hè. Alles op ons blad, dat wij op ons blad noteren, is in twee dimensies. Nu, gelukkig leven wij in drie dimensies. Dus we moeten in staat zijn om drie dimensies tweedimensionaal voor te stellen. Nu, misschien weet je dat nog, en dat kan op twee manieren. Dat kan via een parallelprojectie. Dat zie je links verschijnen. Ik heb daar een kubus getekend, ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk is. Dat kan ook via een centrale projectie. Dat zie je rechts verschijnen. Een centrale projectie die maakt gebruik van verdwijnpunten, zoals je ziet. Nu, misschien een directe klein eerste vraagje. Dus je kan ook tikken, hè, als je dat liever doet, als je liever een antwoord intikt, in plaats van iedere keer de microfoon aan te leggen. Welke van de twee projecties heb je in het vierde jaar, want jullie hebben al ruimtemeetkunde gebruikt, welke van de twee projecties hebben jullie gebruikt in het vierde jaar? De linkse of de rechtse? De linkse. Wodan beweert de linkse, en dat is ook juist. Ja. Nu, reden is uiteraard dat die rechtse een aantal heel structurele nadelen heeft. Ja. We gaan die rechtse eigenlijk nooit meer gebruiken. Je hebt ze één keer gezien, maar we geven de voorkeur aan de linkse. Nu, wat zijn de voordelen van die linkse? Ja, dus we gaan die een keer even heel kort aanhalen. Eerst en vooral de evenwijdigheid. Ja, dat is duidelijk. Hè. Het heeft niet veel zin, als er nu mensen zouden zijn die alles zitten over te pennen, dat heeft uiteraard ook niet veel zin. Hè. Probeer te volgen, hè. Dat is vooral belangrijk. En probeer gerichte antwoorden op mijn vragen, en dat essentieel is. Evenwijdigheid wordt bewaard. Kijk maar lekker aan de linkerkant, dat klopt. Hè. Kijk, die twee, EH en GF, die zijn in werkelijkheid evenwijdig, op mijn tekening ook. Hier is dat al niet voldaan. Hè. Dus bij die centrale projectie moeten we dat vergeten. Hè. Want en, dat is ook een kubus, maar die evenwijdigheid die is volledig weg. Okay? Verhouding wordt bewaard. Dat is ook interessant. Daarmee bedoel ik, kijk, als ik hier zou het midden aanduiden van die GF op die tekening, dan gaat dat ook het midden zijn van GF in de realiteit. In het echt, in de werkelijkheid. Terwijl dat eigenlijk op deze tekening niet meer noodzakelijk voldaan hoeft te zijn. Ik geef u een voorbeeld, als ik hier zou het midden aanduiden op deze tekening, tussen dat verdwijnpunt en dit punt op de kubus bijvoorbeeld, en ik duid het midden aan, ja, dan hoeft dat totaal niet het midden te zijn in de werkelijkheid. De kans is groot dat ik eigenlijk veel verder of veel dichter bij mijn verdwijnpunt zit, of veel verder van mijn verdwijnpunt zit. Dus verhoudingen die bewaard worden, is wel handig. Ja. Dus ook iets dat we links wel hebben, dat we rechts niet gaan hebben. Dus dat is eigenlijk een tweede reden waarom we de voorkeur gaan kiezen aan die parallelprojectie. Nu, we moeten wel oppassen, het is niet allemaal positief, hè. Afstand wordt niet bewaard, hè, mensen. Kan ik daar ook een voorbeeld van geven. Hè? Als dit een kubus is, links, dan moet het zo zijn dat elke ribbe even lang is. Juist, hè? Wat is een kubus? Nu, op mijn tekening is dat niet voldaan, hè, mensen. Je kan er je meetlat naast leggen, maar de ribbe EF die is op mijn tekening niet even lang als de ribbe EH. Dat is jammer, maar dat is nu eenmaal zo. Natuurlijk, in mijn voorvlak klopt dat wel. In mijn voorvlak heb ik netjes een vierkant. Ja, mijn achtervlak is netjes een vierkant. Maar mijn bovenvlak is in werkelijkheid een vierkant, maar is op mijn tekening een parallelogram. Dus je betaalt daar een prijs voor. Dat is ook logisch. Hè? Als je drie dimensies wilt gaan samenvatten op twee dimensies, dan ga je daar een prijs voor betalen. Dus ergens is dat logisch dat dat uiteraard niet meer werkt. Hoek wordt niet bewaard. Wie zou mij daar een voorbeeld kunnen van geven? Op de linkse tekening kan je mij een hoek benoemen die in werkelijkheid een andere waarde heeft dan op mijn tekening. En probeer te antwoorden met een punt, dus A, B, C, D, E, F, G, H, en een vlak. Dus je antwoordt met een letter en je zegt in welk vlak ik die letter moet gaan bekijken. Zou dat iemand kunnen? Geef mij een hoek die in werkelijkheid een andere afmeting heeft dan op de tekening. Een E, F, G, H, bijvoorbeeld. Ja. Dank u, Clovis. Als we kijken in het bovenvlak... Dat is een parallelogram op mijn tekening. In werkelijkheid is dat een vierkant. Oké? Dus dat betekent dat deze hoek die zich hier bevindt, de hoek E, daar, bovenaan, in het bovenvlak, deze hoek, dat die eigenlijk 90 graden zou moeten zijn. Maar dat is natuurlijk in werkelijkheid niet voldaan.
Sorry, dat is in werkelijkheid voldaan, maar op een tekening niet voldaan. Dus een hoek, die wordt ook niet bewaard. Dat is wat we moeten besluiten. Dus eigenlijk, algemeen besluit van dit verhaal is, als je van drie dimensies naar twee dimensies gaat, ja, dan verlies je informatie, dat is logisch, hè, maar we kiezen voor de linkerkant, omdat we daar toch die parallel, hè, omdat we die evenwijdigheid en die verhouding wel bewaren. Duidelijk, deze eerste slide? Oké, dan gaan we een kleine oefening maken. Kijk mensen, dat gaat zo. Ik heb die oefeningen netjes voor jou geplukt uit de notas. Dus je hebt je boek eigenlijk niet nodig. Ja? Want die oefeningen die komen ook hier gewoon te staan. Dus je ziet die hier. Hè? Dus we gaan even kijken naar oefening 1. Ik heb daar de volgende redenering. Ik heb daar een kubus staan. En daar staat, als twee rechten in werkelijkheid evenwijdig zijn, dan zijn ze op de tekening ook evenwijdig. Dat hebben we net gezegd. Hè? Juist. Hè? De vraag is, geldt het omgekeerde ook? Ja? Dus bijvoorbeeld, wat heb ik gedaan? Ik heb daar een rechte QP getekend. Kijk goed hoe die ligt. Ja. En ik vraag mij af, bijvoorbeeld die rechte QP, die is op mijn tekening perfect evenwijdig met FB, bijvoorbeeld. Juist, hè? Die QP en die FB die zijn op mijn tekening perfect evenwijdig. Is dat in werkelijkheid ook zo? Verklaar uw antwoord. Ik ga ervan uit dat je nog wel een beetje dingen van het vierde jaar kent, hè, mensen. Je zou nog iets moeten weten over onderlinge ligging van rechten in de ruimte. Zijn QP en FB in werkelijkheid evenwijdig? Als je beweert van niet... Ja, hoe liggen ze nou wel ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld? Dat zou je kunnen antwoorden. Hè? Dus je kan met andere woorden deze zin aanvullen. Op de figuur is PQ evenwijdig met BF, maar in werkelijkheid, wat zijn dat? Snijdende rechten. Dat is niet juist. Kruisende rechten. Dat is wel juist. Oké, okay. Dus er is een heel belangrijk verschil tussen snijden en kruisen. Ja. We gaan daar nog op terugkomen, mocht je dat een beetje vergeten zijn. Kruisen, dat is hetgeen dat erbij komt in de ruimte. En in het vlak bestaat dat niet. Ja? Wij spreken wel over... Er zijn sommige leerlingen die zeggen over ze spreken over een kruispunt als twee rechten snijden. Dat klopt niet. Je moet altijd spreken over een snijpunt. Ja? In het vlak bestaat kruisend niet. Kruisend bestaat alleen in de ruimte. Ja? Deze rechten die zijn inderdaad kruisend. Ja? Nu, hoe zie je dat? Mochten ze snijden... We gaan een keer redeneren. Die redenering zou je in het vierde jaar ook moeten gemaakt hebben. Mochten ze snijden, dan moeten die rechten in eenzelfde vlak liggen. Dat is ergens wel logisch. Als twee rechten snijden, dan vallen die ergens fysiek samen. Die snijden met elkaar. Dat betekent dat die rechten een vlak bepalen. Ja, je kunt dat zo met je handen een keer gaan proberen. Als je twee rechten laat snijden met je handen, ja, als je die twee rechten samenneemt, die vormen een vlak. Je kan daarmee draaien in de ruimte, maar die vormen altijd een vlak. Die liggen in één vlak. Nu, hier kan dat niet. Als je kijkt naar de punten P, Q, F en B, die kunnen nooit in eenzelfde vlak liggen. Dat gaat nooit. Is er nog iemand die weet door hoeveel punten een vlak is bepaald? Hoeveel punten heb je nodig om een vlak vast te leggen? En drie. Dat klopt. We hebben drie punten nodig. Leuk wist je dat je, makkelijk om te onthouden, het feit dat je drie punten nodig hebt om een vlak vast te leggen, kan je heel makkelijk vaststellen als je thuis zo een tafeltje zou hebben op drie poten. Want wat je eigenlijk moet doen thuis, je moet een keer die tafel op drie poten, ja, je moet daar een keer de poten van afzagen, op een willekeurige hoogte. Ja, niet doen, hè. Of je papa en je mama gaan niet zo content zijn. Maar moet je dan een keer voorstellen, dat is een klein gedachte-experiment. Je zaagt daar de poten vanaf op een willekeurige hoogte. Dus hè, de ene zaagde niet af, de tweede in de helft, de derde op een bepaalde andere hoogte. Die nog anders is dan de eerste twee. Ik beweer, als je dat tafeltje op de vloer zet, dat dat perfect stabiel gaat staan. Altijd. Altijd. Natuurlijk, het kan wel zijn dat uw tafel helemaal scheef staat. Hè? In de zin van dat uw oppervlak niet meer mooi recht is. Dat uw tafel op die manier staat. Maar het gaat stabiel staan. Het gaat niet verkeerd. En het gaat niet... Je kent dat zo, hè? De tafels op school bijvoorbeeld, waar jullie aan zitten. Hè? Dan doe ik dat altijd in de klas. Die staan op vier poten. En die schudden vaak. En dat komt uiteraard omdat er één van die vier niet in het vlak van de andere drie ligt. Anders gezegd, je kunt een tafel op vier poten die schudt, die kun je altijd wel zodanig bewegen dat ze op drie poten stabiel staat. Snap je? Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus met andere woorden, in dit voorbeeld kan dat dus niet. Dus we moeten maar een keer gaan kijken. Hè. PBF. We gaan een keer kijken. PBF. In welk vlak ligt PBF? Kan je dat benoemen, dat vlak? In welk vlak
liggen P, B en F. Kun je dat vlak benoemen? Een vlak A, E, B, F. Ja, het voorvlak. Dan? Ja, dat is juist hoor. Maar je kan ook, je probeert te antwoorden als het gaat over een kubus met voorvlak, bovenvlak, rondvlak, linkerzijvlak, rechterzijvlak, achtervlak enzovoort. Dus in het geval en het voorvlak. En welk vlak ligt Q? Bijvoorbeeld, hè? Q ligt in verschillende vlakken, hè? Maar in welk vlak ligt Q onder andere? Ja, in het achtervlak en in het bovenvlak. Ja, bijvoorbeeld, hè. Q ligt in het achtervlak, in het bovenvlak. Ja, het is duidelijk, hè. Q ligt met andere woorden, kort gezegd, niet in het vlak bepaald door P, B en F. Dat zijn we zeker. Q ligt daar nooit in, dat kan niet. Q ligt niet in het voorvlak. Maar dan zijn we, hè. Dan zijn we, dan kunnen die rechten niet snijden, hè. Die rechten kunnen niet snijden. Wat moeten ze snijden? Zouden ze in hetzelfde vlak moeten liggen. Maar dat gaat niet. Ze liggen niet in hetzelfde vlak. En we zijn er. Snap je? Dus onthoud dat. Kruisend, superbelangrijk bericht. Daar gaan we nog... Allee, superbelangrijk gegeven, daar gaan we nog vaak op terugkeren. Oké. We gaan een keer met je rekenen. Dat hebben we nog niet gedaan, deze les. En laten we dat een keer doen. Ik heb daar een kubusje getekend. Ik heb een kleine opdracht voor jullie. Dus vandaar uw klapblaadje. Inleid de oefening. Ik heb een kubus met ribben 1. Bepaal de lengte van het lijnstuk PQ. Doe maar. Hoe lang is PQ? Dat zou je eigenlijk allemaal moeten kunnen, vind ik. Dat is een oefening die je in het vierde zeker gedaan hebt. Probeer het u een beetje voor te stellen hoe je dat zou kunnen berekenen. De lengte van PQ. Twee. Ik heb het niet gehoord. Twee. Nee. Drie. Nee. Wortel twee. Nee. Niet gewoon, hè, mensen. Nadenken. Wortel. Vierkant wortel drie. Ja. Wortel drie is juist. Gaan we eens zien hoe je dat gedaan hebt? Ik zou... twee driehoekjes bijgetekend hebben. Dat zie je, de gele en de groene. En dan zou ik twee keer Pythagoras moeten toepassen, om dat eigenlijk te doen. Ik zou dat twee keer met Pythagoras moeten doen, maar wat zou ik willen doen? Ik zou in de driehoek QRS Pythagoras toepassen, om QS te berekenen. Dat is vierkant wortel 2. En ik zou dan in de groene driehoek, die rechthoeken zijn mensen, maar kop, hè, Q, de gele en de groene zijn beide rechthoeken. Hè. Daar gaan we weer. Hè. Dus ja... dat lijkt niet zo te zijn op mijn tekening, maar in de werkelijkheid is dat wel. Dus dat moet je kunnen zien, uiteraard. Hè. En in QPS ga ik dat nog een keer doen. Dus nog een keer Pythagoras. Dus dan heb je vierkantswortel uit wortel 2 in het kwadraat plus 1 in het kwadraat. Dus ja, dan zijn we, hè. De wortel uit 3. Wel, dit lukt, ja, maar het kan veel eenvoudiger. Ik wil dat dat eenvoudiger gaat. Ik wil dat dat sneller gaat. Ik wil dat dat straks, als ik die oefening vraag, op het einde van de les, dat dat eigenlijk direct zou kunnen. Ja, zonder dat je daar veel moet bij nadenken. Nu, hoe moet je dat doen? En dat is nieuw. Dat hebben jullie zeker nog niet gedaan tot nu toe. We gaan een assenstelsel invoeren. Nu, hoe ziet zo'n assenstelsel eruit? Heel mooi, dat ziet er zo uit. Zie je dat? Dat is een assenstelsel in drie dimensies. Nu, wat zie je daarin? We gaan het altijd zo doen. Dus dat betekent, x is eigenlijk de as die uit uw scherm komt. Kunt u voorstellen? X is de as die uit uw scherm komt. Y en z die liggen in je scherm, zou je kunnen zeggen. We noemen dit een orthonormaal assenstelsel. Staat daar bovenaan, orthonormaal. Nu, we gaan een keer uitleggen wat de kenmerken zijn van zo'n orthonormaal assenstelsel. Hier staan vooral de drie coördinaatassen, die staan loodrecht op elkaar. Dat zie je. De hoek die hier gemaakt wordt, die is overal 90 graden, 2 aan 2. Natuurlijk, op mijn tekening is dat weer niet het geval. Hè? Dat gaat niet, hè? Maar in werkelijkheid gaat dat wel zo zijn. Dat moet je proberen te voorzien. Het snijpunt van de drie assen, dat is de oorsprong uiteraard. En de oorsprong heeft nu drie coördinaten, hè? Namelijk 0, 0, 0. Ja, x, y, z. Daar komt het eigenlijk op neer. De eenheid op de drie assen is identiek. Ja? Dus een eentje, dat zie je ook perfect op mijn tekening. Een eentje daar is een eentje hier, is ook een eentje daar. Ja? Dus we houden die identiek. Dat is het kenmerk van een orthonormaal assenstelsel.
En dan zie ik ook dat er vlakken ontstaan. Ik heb die een keer een kleurtje gegeven. Ik maak er geen kleurboek van, maar ik beweer wel dat er dat af en toe wel een keer wat kleuren gaat nodig hebben om dingen te benadrukken. Ik zie dat eigenlijk er 3 coördinaatvlakken zijn, zo noemt men dat. Bijvoorbeeld dat rode vlak. Dat is het vlak dat bepaald is door de z-as en de y-as. Als je de z-as en de y-as samenneemt, dan heb je het vlak yz, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk het vlak van je scherm. Hè? Ja. Het blauwe vlak is een vlak dat uit je scherm komt. En het groene vlak eigenlijk ook. Nu gaan we direct een keer een super inzichtelijke vraag gaan proberen te stellen. Ik neem er nu één van die vlakken uit, bijvoorbeeld het xy-vlak. Net zoals in 2 dimensies, een rechte heeft daar een vergelijking in 2 dimensies, dat weet je. Een vergelijking van een rechte die is bijvoorbeeld iets van de vorm x is 0. X is 0, dat is de y-as in 2 dimensies. Dat weten we. Nu hebben we hier een vlak, het xy-vlak. Wat zou de vergelijking zijn van het xy-vlak? Ik ga mijn vraag een beetje preciezer proberen te stellen. Probeer ik je te zien als je een punt aanduidt in dat blauw vlak. Waaraan voldoet dat punt dan altijd? Gelijk welk punt dat je aanduidt in dat blauw vlak. Dat punt heeft een kenmerk. Waar dat je het ook aanduidt. Elk punt heeft hetzelfde kenmerk. Wat is de kenmerk, het kenmerk, van een punt dat je aanduidt in het blauwe vlak? Fedor antwoordt, z is 0. Dat is perfect. Het xy-vlak heeft als vergelijking z is 0. Dat klopt, hè. Dank u, Fedor. Dat klopt, hè. Ieder punt dat je daar aanduidt, heeft als z-coördinaat 0. Ik ga een paar voorbeelden geven. Het punt 2, 3, 0. Dat ligt daarin. Dat is 2 op de x-as, 3 op de y-as en z gelijk aan 0. Dus dat ligt in dat blauwe vlak. Ja. Het punt min 1, 6, 0. Dat is min 1 op de x-as, 6 op de y-as en 0 op de z-as. Dus dat ligt met andere woorden in het blauwe vlak. Oké, nu is het niet meer zo moeilijk. Wie heeft mij een vergelijking van het groene, respectievelijk het rode vlak? Wat zou de vergelijking zijn van het groene vlak? Je kan schrijven, hè, mensen. Ik zie dat ook. Wat zou de vergelijking zijn van het groene vlak? Waaraan voldoen de punten die in het groene vlak liggen? Dank u, Aref. Inderdaad, ik krijg verschillende antwoorden. Y gelijk aan 0, dat is uiteraard juist. En tot slot, in het rode vlak, x is gelijk aan 0. Dus wat moet je nu wel onthouden? Kijk, wat vind ik belangrijk? Dat je onthoudt, dat kun je opschrijven zo op je blad van op slide 6 moet ik daar straks een keer bijschrijven, maar dat staat er nu niet bij. Maar ik zou daar al bijschrijven, een vlak in 3 dimensies, dat is 1 vergelijking. Ja, dat is 1 vergelijking. 1 vergelijking in x, y, z. Ja, in dit geval is het een vergelijking, bijvoorbeeld die rode, daar staan zelfs y en z niet in. Hè? Dus enkele vergelijking met x. Maar 1 vergelijking in de ruimte stelt eigenlijk een vlak voor. Goed onthouden. Nu gaan we nog een leuke vraag stellen. Hoe zit dat nu met rechten? Stel je nu voor dat je de x-as bekijkt. Die x-as is deze as. De as die zich hier bevindt, de x-as. Ja. Nu, als je goed kijkt, die x-as is eigenlijk de snijlijn, als je het eenvoudig zegt, van het groene en het blauwe vlak. Dus is het niet onlogisch dat we gaan zeggen dat de x-as, ik schrijf dat daar ook, de x-as die is bepaald door 2 vergelijkingen. Namelijk, y is 0 en z is 0. Snap je? Dus heel belangrijk hier is dat als je een rechte wil voorstellen, blijkbaar, dat je altijd 2 vergelijkingen gaat nodig hebben. Want je kan elke rechte zien als een snijlijn van 2 vlakken. En elk vlak is 1 vergelijking. Remember. Dus de x-as is eigenlijk de snijlijn van groen en blauw. Vandaar 2 vergelijkingen. Trouwens, is ook logisch. We gaan een keer een punt op de x-as benoemen. Geef mij een keer een willekeurig punt dat op de x-as ligt. Doe maar. Een willekeurig punt dat op de x-as ligt. Shoot. Geef mij een willekeurig punt dat op de x-as ligt. Dat zijn geen moeilijke vragen, hè, mensen. Kom aan. Hè. Er kan geschreven worden of gewabbeld. 200. Jana antwoordt 200. Prima, Jana. Iemand anders die een antwoord had, dat kon bijvoorbeeld min 600 zijn. Maar uw antwoord is maar juist... Hoe luisteren nu? Uw antwoord is maar juist als uw y en uw z-coördinaat 0 zijn. Akkoord? Dus met andere woorden, dat is wat hier staat. De x-as is gekenmerkt door y is 0 en z is 0. Wat denk je? Wat is de vergelijking van de y-as? Schrijf de vergelijking van de y-as op in de ruimte. Zeer goed, Noah. X is 0 en z is 0.
Dus onthoud, dat is superbelangrijk. Echt waar, hè, mensen. Dit moet je voor altijd onthouden. En al de rest dat nog komt. Als je vlakken voorstelt in de ruimte, heb je één vergelijking nodig. Nooit meer vergeten. Als je rechten voorstelt in de ruimte, heb je altijd twee vergelijkingen nodig. Dat kun je anders. Je moet twee vergelijkingen hebben. Anders kan dat geen rechten zijn. Is dit duidelijk? Het is goed, hè? Het is goed opgebouwd en jullie werken heel goed mee. Oké, maar nog even tijd, hè? We gaan ietsje verder. En nu, de afstandsformule. Ja, technische slide nu, kijk goed. Een mooie tekening gemaakt. Ja. Gewoon om een paar dingen aan te duiden. Wat willen we doen? Ik wil de oefening van de inleiding. Weet je nog, de lengte van tussen P en Q. We hebben daarvoor twee keer Pythagoras moeten toepassen, hè? Ik wil dat dat makkelijker gaat. Ik wil een formule hebben om de afstand tussen twee willekeurige punten te berekenen. Dat is eigenlijk wat ik wil. Nu, ik zie dat hier. Ik heb hier twee punten aangeduid. Ik heb het punt P, dat ligt daar. En het punt P heeft coördinaat x1, y1, z1. Dus je kunt het eigenlijk altijd met kubusjes doen. Zie je, dat is een klein kubusje en P ligt eigenlijk op de rand van dat kubusje. En dus dit is x1, dit is y1 en dit is z1. En dus dat punt P heeft coördinaat x1, y1, y1, z1. Q ligt daar. Dus heeft coördinaat x2, y2, z2. Ja, Q, dat ligt bijvoorbeeld op een balkje. Hè? Dat hoeft niet altijd een kubusje te zijn. Want een kubusje dat zou betekenen dat de x, de y en de z altijd even groot zijn. Dat hoeft uiteraard niet. Hè? Ja, dus Q ligt op een balk, dat is duidelijk. Ik wil de afstand berekenen tussen P en Q. Oké, hoe gaan we dat doen? Eigenlijk zoals dat straks. Ja, ik ga daar twee driehoeken in tekenen. Heel slim. Ja, ik ga eigenlijk in twee dimensies proberen te werken en ik ga Pythagoras toepassen. De twee driehoeken die ik getekend heb, die groen en rood zijn, die zijn allebei rechthoekig. En wat gaan we nu doen? We gaan in de driehoek ABC de stelling van Pythagoras toepassen. En nu moet je dat natuurlijk juist gaan doen. Hè? Dus kijk nu goed. Hè? De afstand tussen B en C in het kwadraat, dat is de schuine zijde in mijn groene driehoek. Dit is een rechthoekige driehoek. Dus de rechterhoek die zit in A. Zonder twijfel. Dus als ik die stelling wil toepassen van Pythagoras, dan moet ik de afstand AC kwadrateren en de afstand AB kwadrateren. Nu moet ik je goed kijken. Wat is de afstand AC? Ja, kijk goed, de afstand AC is eigenlijk de x-coördinaat van A min de x-coördinaat van C. Dus x2 min x1. Dat klopt, hè? Want merk op dat een x-coördinaat altijd gemeten is ten opzichte van de oorsprong. Hè? Dus als je het verschil neemt van x2 en x1, dan heb je net die afstand tussen A en C. Op dezelfde manier is de afstand tussen A en B uiteraard y2 min y1. Dus ik vind, als ik Pythagoras toepas in driehoek ABC, deze uitdrukking. Nu moet ik je goed kijken naar mijn rode driehoek. Die groene driehoek die heeft afstand BC. Die rode driehoek, daarin herkennen we de afstand PR. En die afstanden, deze twee afstanden, die zijn uiteraard perfect even lang. Dus wat ik eigenlijk ga doen, is die afstand BC, ik ga die tekenen in die rode driehoek, ik ga die gewoon naar boven schuiven. En dan bekom ik de afstand in de rode driehoek, de afstand PR. En in die driehoek gaan we nu gewoon terug Pythagoras toepassen. Dus merk op dat BC en PR even lang zijn. We passen opnieuw Pythagoras toe, maar nu in de rode driehoek. Dus in driehoek PQR. Wat vinden we? We vinden dat de afstand PQ in het kwadraat, schuine zijde, gelijk is aan PR in het kwadraat plus QR in het kwadraat. PR was gelijk aan BC, herinner u? Dus ik krijg dit. BC in het kwadraat ken ik nog. Dat staat hierboven. En ik vind voor RQ in het kwadraat, op dezelfde manier, deze afstand, de afstand RQ. Maar wat is die afstand? Die is even groot als deze afstand. Dus dat is Z2 min Z1. En ik heb mijn formule gevonden. Dat is een eerste formule. Als je je formularium van ruimtemeetkunde zou bekijken, dan ga je zien dat dat een eerste formule is. Waaraan is de afstand tussen PQ gelijk? De vierkantswortel uit x2 min x1 in het kwadraat plus z2 min 1 in het kwadraat plus z2 min z1 in het kwadraat. Nu, die formule zou je moeten bekend in de oren klinken, hè, mensen. Wie kan mij zeggen wat is het verschil met een formule in twee dimensies? Wat moet ik doen om de formule in twee dimensies te bekomen? Het is zeer logisch wat ik moet doen met deze formule. Wat moet ik doen om de formule in twee dimensies te bekomen, die je eigenlijk al lang kent? Het z-gedeelte schrappen. Helemaal juist. Je schrapt gewoon het laatste stuk. Dat is wat je moet doen. Je doet gewoon dat weg. En dan heb je de formule in twee dimensies. Hoe makkelijk kan het zijn? We hebben een formule in drie dimensies, die eigenlijk dezelfde is als in twee dimensies. Ik moet gewoon een dimensie toevoegen. Kijk, en nu keer ik even terug. Wat ga ik nu doen? Kan ik hier even terugkeren naar een bepaalde slide? Ja, dus even klikken, maar goed. Ik kon dat ook in één keer gedaan hebben, bedenk ik me nu. Maar keer terug naar deze. We hadden daarnet die oefening gemaakt, hè? Herinner u? En we waren wortel 3 bekomen. Stel u nu voor, even het volgende experiment. Stel u voor dat ik mijn oorsprong in Q neem.
Dus dan is dit 0, 0, 0. Stel je voor dat mijn kubus lengte 1 heeft. Hè? Wat is dan de coördinaat van P? Als ik mijn oorsprong in Q neem. En dus ik ga mijn x-as laten samenvallen met RQ. Ik ga mijn y-as laten samenvallen met Q enzovoort. En ik ga mijn z-as laten samenvallen met Q naar boven. Wat is dan de coördinaat van het punt P? Als Q 0, 0, 0 is. 0, 1, 1. Nee, dat is niet juist. Sin, antwoord 1, 1, 1. Dat is wel juist. Wel nu, als je weet dat Q 0, 0, 0 is, en als je weet dat P 1, 1, 1 is, ja, dan ben ik er, mensen. Ik vul dat in mijn formule. Kijk, ik ga dat doen. Ik ga dat invullen in mijn formule. Kijk goed. P is 0, 0, 0. Q is 1, 1, 1. Hier staat gewoon altijd 1 min 0, 1 min 0, 1 min 0. Met andere woorden, wat is de afstand tussen P en Q? Wortel 3, ik heb het. Veel gemakkelijker dan daar te moeten gaan zeggen van ik ga twee keer Pythagoras moeten gaan toepassen om op die manier van twee dimensies naar drie dimensies te gaan. Vanaf nu kunnen we zeggen, als we de coördinaat kennen van P, als we de coördinaat kennen van Q, dan is die afstand met behulp van deze formule direct berekend. En dat gaat veel sneller. Dus, een eerste formule die jullie zeker en vast moeten kennen. Je gaat die zeker nodig hebben de komende tijd. Is dat duidelijk? Tot hier? Niet te snel? Dat kunt niet, hè? Omdat dat redelijk goed te doen is. Oké, ik sta voor nog één slide doen en dan zijn we klaar. Dan heb ik 8 slides gedaan, dat zijn 2 pagina's. Dat is ideaal. Dus die 2 pagina's die gaan dan ter beschikking komen. Hè. Maak een oefening. Ja. Het is aan jullie. Pakt uw klapblaadje. Oefening 10, pagina 21. We hebben een assenstelsel, dat zouden jullie ook moeten zien staan. Ik zie daar 2 kubussen staan. En we gaan de afstand berekenen tussen O en B. Bijvoorbeeld. Nu 1 voorbeeldje. Hè. Gewoon om je even te tonen hoe we dat doen. Hè. Dus we gaan een keer oefening 1 maken. Doe dat samen. Hoe doe je dat? Super eenvoudig. Je schrijft de coördinaat op van O. Die is 0, 0, 0. Je schrijft de coördinaat op van B. En dan moet je een klein beetje ruimtelijk inzicht hebben. Hè. Dus wat is B? Je moet altijd vanuit de oorsprong verstrekken. Hè. Hoe vind je B? Door 1 vooruit te gaan, 1 uit het scherm te komen, door 1 naar rechts te gaan en 1 te zakken. Dus ik vind 1, 1, min 1. Ja. Als je daar moeite mee hebt, ga je er even moeten op oefenen. Ja, dus je gaat, het staat nog zo van die oefeningen in je boek. Je kunt altijd een keer je boek erbij nemen om coördinaten te herkennen. Hè, mensen. We gaan niet alle oefeningen uit het boek maken, uiteraard. Dus B is coördinaat 1, 1, min 1. Dan pas ik mijn formule toe. Dus hoe moet ik dat doen? Ik moet 1 min 0 doen, ik moet 1 min 0 doen en ik moet min 1 min 0 doen. De verschillen nemen tussen de x, de y en de z. Ik moet die allemaal kwadrateren, dus ik krijg iedere keer 1, 1, 1. Hè, want min 1 min 0 is ook min 1. En dat in het kwadraat is ook 1. En ik krijg dus ook voor de afstand OB uiteraard wortel 3. Dus dat was eigenlijk een herhalingsoefeningsken. Dat is duidelijk. Ja, doe maar een keer. Hè. Dat is de laatste oefening voor deze les. Kunnen jullie de afstand berekenen tussen UB, ze staan in het rood aangeduid, hè, links, en de afstand tussen TC. De afstand tussen UB en de afstand tussen TC. Als je dat kunt op zich doen, mag dat ook. Hè. Als je zegt van, joh, maar ja, hey, ik haal dat rekenwerk niet nodig, ik doe dat gewoon op zich. Misschien zijn er leerlingen die denken, UB is even lang als TC. Is dat zo? Dat is een leuke vraag ook, hè. Dus reken maar uit. Schrijf op wat u is, de coördinaat. Schrijf op wat de coördinaat van b is. En pas uw formule toe, die we net hebben gezien. En dan zou dat moeten lukken. En als je een antwoord hebt, dan mag je dat gerust, je kunt dat typen. Hè. Het staat misschien wel een wortel in, maar je kunt gewoon wortel typen. Hè. Ik zou het niet schreeuwen voor heel de groep. Ja, er is al iemand die een antwoord formuleert. En dat is juist, dank je. Voor de afstand UB. Als je die dan hebt, doe maar TC ook. Hè. Het lijkt alsof ik je nu verplicht om die formule toe te passen, mensen. Dat doe je ook weer niet. Hè. Die formule is handig, maar als ik er zo een keer naar kijk, naar die tekening, ja... Hè. Kan je het ook heel vaak zonder die formule, hoor, moet ik toegeven. Het is niet zo moeilijk, hè.
Maar goed, voor moeilijke oefeningen is de formule uiteraard altijd aangewezen. Maar ik kijk naar UB. Hè. Hopelijk heb je die nu wel een beetje gevonden. Dus U, coördinaat opschrijven. Ja, die is, ja, ik moet 1 naar links, ik moet 1 naar achter en 1 naar boven. Dus min 1, min 1, 1. B had ik al, 1 in min 1. Formule toepassen, 2 wortel 3. Natuurlijk, als je nu redeneert van meneer, dat is toch een beetje overshooting. Hè. Dat maakt het een beetje moeilijk, vind ik. Hè. Want UB, als je een klein beetje ruimtelijk inzicht hebt, dan zie je toch duidelijk dat UB gewoon 2 keer zo lang is als OB. Hè. Snap je? Ja, je hebt het. Dat is ook goed, hè. Ja, dat is het makkelijkste, uiteraard. UB is gewoon 2 keer zo lang als OB en we zijn er. TC? Dat hebben we nog niet zien passeren. Oké, nu wel. En dat is ook juist, denk ik. Hè. TC, je kan de coördinaten opschrijven. De coördinaat van T. Ja, maar kop T. Op de x-as doe je niets, hè. Ja, dus 0. En dan de y-as min 1. Zet als 1. En voor C bekom ik dan 0, 1, min 1. Dus is de afstand tussen T en C 2 wortel 2. Ook dit kan sneller, mensen, vind ik. Want als je goed kijkt, T en O, die liggen in het voorvlak. Wat is de afstand tussen T en O? Wortel 2. En dat heb je hier ook, hè. Dus je hebt 2 keer die wortel 2 en we zijn er. Zo, ik stel voor dat ik hier afrond. Was dat een beetje duidelijk? Werkt deze techniek? Werkt deze aanpak? Denk dat wel, hè. Dus eigenlijk, wat staat er nu te doen? Wat geef ik u als advies? Er gaan straks, binnen 5 minuten, gaan er 2 pagina's online komen. 2 pagina's pdf'd worden. Dat gaat hij dan zien. 2 pagina's met dus 4 slides op. Hè? Dus 8 slides in totaal. En dan kan je eigenlijk in de nabereiding van deze les... Ik denk dat 10 minuten werken is nog niet toe. 5 minuten, zou ik zeggen. Kan je eigenlijk een beetje gaan invullen van wat vond jij nog belangrijk? Ja? En wat wil je nog toevoegen aan deze pagina's? Dus dat kan je doen. En je kan uiteraard ook straks nog een keer het filmpje herbekijken, als je dat wil.